Ja, de hoogste militair, ook de hoogste militair, zeker kan beïnvloed worden door allerlei motieven enzovoort. Ik vind het ronduit schattig dat u zo naïef in het leven staat. Ja. Nee. De heer Kerstens heb ik in dit rondje ook al gehoord. Een persoonlijk feit van mevrouw Baanslot. Voorzitter, ik werd hier uitgemaakt voor schattig en naïef. Niet lief? Lief heb ik echt niet gezegd, volgens mij. Schattig en naïef. En dat wil ik wel even duidelijk maken dat ik oud-militair ben, veteraan ben, pelotonscommandant in Panzerhau en Uruskan ben geweest en daar Panzerhauwitzer heb afgeschoten. Dat is verre van schattig. Dat is verre van naïef. Toen zat de heer Baudet in de studeerkamer en was ik militair.